Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. We zitten vandaag in Schravenzanden en dat is niet zomaar. En dat is niet omdat Erik weer terug is van vakantie. Erik, welkom terug. Dankjewel, ja, ik ben er weer een lekker weekje weg geweest. Goed, dat scheelt. En we zijn vandaag de gast bij... Hey joh, zijn die muziek is wat zachter. Hey Dirk, zo kennen we het niet verstaan. Draai hem even wat zachter, man. Hele podcast wordt niks zo. Goed, kom eraan. Ja, en zo te horen, vanaf de Walcon, hij zit hier tegenover me, dames en heren, Dirk van Duivenbode. Goedenavond. Ja, dankjewel Dirk dat we hier vandaag bij jou te gast mogen zijn. Leuk dat je aanschuift in deze podcast. Om gelijk maar eventjes met die Walcon te beginnen. Ik weet het, je hebt de vraag vaker gehad. Maar er wordt wel eens over gedacht, zo'n Walcon, daarmee opkomen en 5 minuten later super geconcentreerd en gefocust aan een dartwedstrijd beginnen. Gaat dat wel samen? Ja, denk ik wel. In principe, mensen die zeggen wel dat het veel energie kost, maar ja, ik zie dat ik er energie van krijg. En Van Baanen had altijd heel veel kritiek op tegenover mij en denk ik, nou, ik zal dan een keer naar hem luisteren en toen deed ik het niet en toen was ik eigenlijk heel die wedstrijd gespannen. Nou, wil ik niet zeggen dat het 1-op-1 verband houdt met je opkomst, maar schijnbaar gooi ik dan wel een beetje spanning van mijn lijf af. En, dus ja. Dus jij gebruikt het eigenlijk om je even helemaal los te maken van die spanning. En juist ontspannen aan het begin van de wedstrijd te staan. Ja, nou ja, ik luister eigenlijk altijd muziek als ik train. Hardcore, raw hardstyle. En dan luister ik ook met trainen en met ingooien. En voor mijn wedstrijd heb ik altijd een bepaald nummer dat ik dan fijn vind. Dus ik hou altijd wel een soort rust uit mijn muziek. Hoe gek het ook klinkt misschien. Hey, en die Walcon is natuurlijk echt onlosmakelijk met jou verbonden. Hoe vaak word jij daarmee geassocieerd als mensen jou tegenkomen en voor het eerst ontmoeten? Nou, ik heb het niet opgeschreven in mijn dagboek, toevallig. Maar ja, dat hoort wel bij natuurlijk. En het is nu wel minder, dat ik recent niet heel veel op tv ben geweest. En ook niet heel veel Walcons heb gedaan. Maar ja, het gaat er vaak wel over, maar... Ook wel vooral over je dart, meer dat ze jou kennen door die opkomstmuziek, maar ze vragen wel naar je dart. Je begint er eigenlijk zelf over. Heb je dit keer inderdaad helaas niet op tv gezien volgens mij. Wat ik herinner, ook niet op de UK Open heb je geen podiumwedstrijd gespeeld. Hoe kon het eigenlijk? Heb je maar 2 keer dit keer op de Eurotour gezien? Het was voor de 2e keer erop of eronder voor je tourkaart. Ja, met de Grand Slam of Darts qualifier nog voor de boeg en een PDPA qualifier. Wat verwacht je er eigenlijk nog van? Ga je er echt vanuit dat je hem kwijt bent? Of zie je nog het laatste redmiddel als de Grand Slam of de WK voor je? Nou ja, ik zie de WK als het laatste redmiddel. Grand Slam eigenlijk niet. Dat is, daar zal ik dan de pool moeten overleven en 2 wedstrijden winnen. Ja, dat is niet realistisch op het moment dat je nog niet geplaatst bent. Natuurlijk, als je de staat, ga je daarvoor. WK zie ik nog wel als een redelijk realistische optie. Omdat ik gewoon... wel goed gegooid het hele jaar. En de wedstrijden die ik verloor waren eigenlijk tegen mensen die niet aan die qualifier mee zullen doen. Dus dat dan, ik zeg niet, ik ben zeker niet een favoriet dan, maar ik denk dat ik daar wel een goede outsider ben. Nou weten wij ook dat je het in Leeuwarden hebt geprobeerd. En daar kwam je toch Jan Dekker tegen, die hem uiteindelijk wel wint. Heb je daar nog lang mee gezeten? Ja, daar was ik wel een paar dagen boos om, ja. Ja, je geeft al aan, ik zie het WK echt nog wel als... jij geeft aan, ik zie het WK echt nog wel als een reële kans om de tourkaart te behouden. Het is nu, als ik goed heb, het 4e jaar dat jij een tourkaart hebt. Als je die hele periode van 4 jaar nou eens naast elkaar zet, hoe vind je je eigen ontwikkeling in die afgelopen 4 jaar? Nou moet ik even vooropstellen dat ik ben nooit met een tourkaart bezig. Mijn doel is gewoon WK. En als je het goed doet, hou je tourkaart wel en zo niet. Ik heb me er nooit echt druk om gemaakt of ik hem wel of niet terug zou halen. Want ik heb zoiets, als ik normaal gooi, haal ik altijd mijn tourkaart weer. En ja, dat kan misschien arrogant overkomen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik goed genoeg ben om altijd het daar goed te kunnen doen. Omdat ik gooi al jaren op de tour en ik wil bewezen dat ik sowieso het niveau aan kan. Qua prestaties niet altijd, maar zeker het spel. Ja, die gasten op de Q-score zijn allemaal zwaar gespannen. Vaak, als ik dat dan zie. En dat zag ik ook aan de middels dat je anders ziet. Maten van mij die eigenlijk altijd 90 gemiddeld gooien, ja, die gooien dan rond de 80 daar, ja. En ik heb zoiets van, ik sta er toch van, ik sta er niet van, ik haal hem even op, maar ik heb wel zoiets van, goed gooien, haal hem. En dan is mijn mindset daar anders. En ik denk dat mijn ervaring bij de PDC ook dan wel meetelt.
Kijk, ik wil ook niet zeggen dat ik hem haal, maar als ik hem niet haal, dan ben ik ook niet goed genoeg dit jaar. Nou, 2 jaar geleden op Q-School heb je het natuurlijk bewezen. Toen heb je gewoon 4 goede dagen gehad. En eigenlijk na de eerste dag al de grootste druk eraf gehaald, denk ik. De puntentelling was toen net anders gegaan. Andere jaren was je met de finale zeker. Dan had je 9 punten. En als je de halve finale voor had je 5 punten. Dus zo'n finale telde gigantisch zwaar. En nu was het gewoon gewonnen wedstrijden. Dus andere jaren hoefde je nog maar 2 keer laatst 32 te halen en dan was je er. En nu was dat niet zo. Nou hebben wij het heel stiekem, Mike en ik, een paar weken geleden met Jeffrey de Zwaan ook over jou gehad in een vorige podcast. Dan denken wij een beetje de indruk te krijgen dat het moment van het verliezen van die tourkaart toch een soort van gevallen was. En bij jou bevrijdend gewerkt had, omdat wij dachten te zien dat de resultaten, of in ieder geval het spel op de vloer, weer wat omhoog ging. Zie jij dat zelf ook zo of zie je het eigenlijk anders? Ik zie dat wel anders. Omdat ik had die instelling eigenlijk aan het begin van het jaar al van ik ga waarschijnlijk niet houden. Ik wist wat ik daarvoor had moeten doen. Dan praat je wel over WK plaatsen is niet genoeg. Play Championship WK halen was niet genoeg. Dus dan weet je dat je 3 tv-toernooien moet spelen of een hele goede UK Open. Je denkt, het kan wel. Ik vind dat niet realistisch als ik kijk naar het jaar ervoor. En zeker aan het begin van het jaar was voor mij ook een twijfel of ik nog wel door wilde gaan op dit niveau. Want vorig jaar was eigenlijk zo slecht dat ik denk van ik kan dit gewoon niet aan. En toen heb ik een paar dingen veranderd en nu ben ik echt wel voor mijn gevoel al heel veel vooruit gegaan. Jij zegt vorig jaar getwijfeld om te stoppen. Maar vorig jaar op de UK Open zet je echt 2 hele mooie wedstrijden neer. Vooral tegen Edwin Lewis en Alan Norris. Is het daarna dan pas gekomen of was dat op het moment ook al een twijfel meteen begin dat jaar? Ja, begin van het jaar. UK Open is natuurlijk in begin maart. En dat ging meer om de periode. Het zal het zijn tussen april en oktober in. Ik bedoel, voor mij een keer iets van 12 wedstrijden op rij, eerste ronde. Toen had ik nog een keer een goed weekend. Alleen verder, veel eerste ronde exits en ook gewoon niet goed gespeeld. Dus toen was ik het ook wel mentaal een beetje geknakt. Maar je geeft al aan, dat zie je nu. Ik heb een paar dingen aangepast en ik zie dat nu anders. Kun je misschien allereerst aangeven wat je dan aangepast hebt? Nou, ik heb sportpsycholoog onder andere. Meer gaan trainen, anders gaan trainen ook. Ik train altijd heel erg moeilijk. Heel hard voor mezelf. Eigenlijk, en dan haalde ik die spellen wel, maar doordat je die spellen haalt die zo moeilijk zijn, verwacht je dat je in de wedstrijd niet mag missen. Omdat je thuis ook niet mist. En dat heb ik nu heel anders aangepast. Ik ben wat losser gaan trainen eigenlijk. Wat wel nog steeds dezelfde, hoe zeg je dat, dubbel, triple verhouding om het zo maar te stellen. Alleen niet meer de extreem moeilijke spelletjes, omdat je daardoor een verwachtingspatroon creëert. Ja, wat je niet altijd kan waarmaken in de wedstrijd. Je zegt spelletjes aanpassen. Is het ook een soort mentale druk dan van je afgevallen? Dat als je op de Play Championship staat, dat je het iets anders benadert. Je zegt dat je die druk dan niet meer voelt van je mag in de wedstrijd niet missen. Maar... het is niet dat je daar, maar het is meer een mindset. Ik deed een spelletje waarin je eigenlijk traint naar perfectie, dat je niks meer mist. Dus op het moment dat je in de wedstrijd dan mist, dan denk je, ik mag het niet missen. Dat heb ik dan ook met die sportspsycholoog een paar testen. En dan, ik had dan bepaalde dingen veel te hoog en die moest ook wat zakken. Dat is wel heel lastig, alleen op die manier creëer ik dat wel een beetje met mezelf. Maar we kunnen stellen, even los van de resultaten geschat, je bent weer op de goede weg terug. Dat is in ieder geval waar we je gezien hebben, ik bedoel 2016. Zoiets, dat hebben we je wel op het WK gezien. Daar ben je nu wel weer aan toe aan het streven. Ja. Nee, klopt. Tot 180 moment heeft me wel een mentale tik gegeven. En niet alleen in zelfvertrouwen, maar ook in motivatie. Ik weet nog wel dat ik een tijdje terug, 2 jaar geleden, stond ik op virtueel 3 tv-toernooien. En dan komt er wel een beetje angst in. En dan, dat moet je eigenlijk niet hebben. Maar. Dus daar ben ik nou al redelijk overheen. Alleen. Wat vind je er eigenlijk van dat mensen vaak een dirkje noemen? Zoals de Sousa gooit zich dood op 120. En dan is het eerste wat je hoort, is dat Dan Dorsen zegt, dat is een dirkje. Wat vind je daarvan? Hoe ga je daar dan mee om? Want je zegt dat je het er moeilijk mee had, dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar hoe kijk je er nu tegenaan? Je zegt dat je er overheen bent, maar mensen herinneren je er wel steeds aan. Ja, zo'n dirkje heb ik niet zoveel last van. Je kan het ook niet van iedereen hebben, laat ik het zo stellen. Als je opnieuw wel kan ik het goed van hebben. Maar je hebt wel eens bijvoorbeeld mensen die eigenlijk niet zo heel goed zijn en die willen je daar even mee stangen. Dan denk ik, jij hebt nog niet eens op tv gespeeld. Wat ga je mij nou
ja, in de zijk nemen terwijl je zelf niks gepresteerd hebt. Zo moet staan. Kun je zeggen dat dat WK toch wel je hoogtepunt geweest is? Tenminste, in ieder geval de kwalificatie ervoor dan? Of heb je andere hoogtepunten in de afgelopen jaren? Ik denk dat het wel mijn hoogtepunt is in het bereiken van het spelen ervan, misschien wel dieptepunt. Ja, het zat inderdaad, behalve het moment van 180, eigenlijk al van begin af aan niet mee. We hebben het al gehad over je walk-on. Nou, eigenlijk denk ik dat heel Nederland zat te wachten op de walk-on van Dirk, maar die kwam niet toen. Ja, klopt. En ja, ook dat, het was eigenlijk dat ik begon als darter. Ik kwam Jelle Klaas op mijn harde muziek. En ik dacht van, nou, dat wil ik ook. Dus eigenlijk was dat misschien wel meer mijn doel dan het WK zelf spelen. En dan eigenlijk, toen had ik niet in gedacht dat ik gek ging doen bij een walk-on, om het zo maar te noemen. Maar dat is ook niet dat ik dat bewust doe, dat komt gewoon in je op. Als het publiek niet meegaat, doe ik ook geen rare walk-on, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het was mij meer om de muziek te doen dan de walk-on altijd. En dat was dan een soort doel, droom. Ja, en dat valt dan in duigen. Daarmee misschien ook een deel van je motivatie. Ik weet niet. Ja, nou goed. Aan de andere kant denk ik dat je aan die wedstrijd op zich ook best wel goed begonnen was. Tot aan het moment van die 180. Maar goed, andere tv-toernooien. Ja, valt bij jou toch ook wel op dat je 3 keer op rij de UK Open laatste 32 hebt gehaald. Nou, dat is voor een UK Open hetzelfde als de 4e ronde. Nou, dat is best een prestatie, denk ik zo. Heb je iets speciaals met de UK Open? Ligt dat je om een bepaalde reden goed? Ja, ik vind dat een heel leuk toernooi. Ik heb het daar aan mijn zin. En ik heb vaak een huisje op het park. En dan heb ik gewoon dan maak ik mijn eigen eten. En daar voel ik me gewoon veel fijner bij dan het Engelse voedsel. Lekker brakkie of pastaatje zelf maken. Ja, ik hou er wel van. Ben jij dan ook blij dat er volgend jaar meer vloertoernooien in Europa zijn? In Nederland 2, in Duitsland 4? Afhankelijk of ik een tour kan halen. Uiteraard. Nee, ja, ben ik daar blij mee. Ja, ja zeker. Doe ik ook het reizen. Kijk, als ik nu verlies. Ik kan om 11:45 uitgespeeld zijn. En dan ben je 11:00 thuis. Als ik in Leeuwarden 11:45 verlies, ja, dan ben je om 3:00 thuis. Misschien 4:00. En je hebt je eigen faciliteit, je eigen supermarkt, je eigen eten. Ja, daar ben ik wel blij mee. Erik haalde het aan, het WK. We hebben je dit jaar 2 keer op de Eurotour gezien. Daar kom jij een paar keer goed voor. Volgens mij, ik weet niet of voor mij de recentste Eurotour, daar win je ook de eerste ronde, kom je goed voor. Dan laat je tegenstander toch terugkomen. Is dat dan toch een beetje die angst van, ik kan een wedstrijd winnen op de Eurotour? Omdat het voor jouw gevoel misschien niet helemaal lekker ging dit jaar. Je verliest waar je eigenlijk kan winnen. Wel tegen grote namen natuurlijk, maar het viel wel op de Eurotour. Je staat wel redelijk goed te spelen, je komt goed voor. En ineens zak je wat terug. Nou ja, de Eurotour, je bent er onbewust misschien mee bezig. Maar daar kan je hele jaar goed maken in één weekend. Die belangen zijn er zoveel groter. Ter vergelijking, 2 rondjes winnen op de Eurotour is hetzelfde als een halve finale op de vloer. Een halve finale op de vloer is echt moeilijk. Ja, en 2 rondjes winnen op de Eurotour is niet makkelijk. Maar wel makkelijker dan een halve finale halen. Dat weet je ook. Dat als je een goede run hebt, ja, dan zou je zo in één weekendje EK en WK klaar kunnen spelen. Ja, EK misschien niet. Maar als je bijvoorbeeld een halve finale haalt, in mijn hoofd pak je dan 6.000. Dat is 1/3 ongeveer wat je nodig hebt voor het WK. Ja, als je dat nog aanvult met je vloertoernooien en je speelt misschien nog een Eurotour goed, dan ben je er al heel snel natuurlijk. Ja, dus dat heb je dan ook in je achterhoofd. Maar ik weet niet of dat direct in mijn wedstrijd meespeelt. Maar heb je alles achteraf geanalyseerd van dit jaar? Of ga je dat nog doen? Richting volgend jaar leren van je fouten? Of nee, dat doe ik je hebt natuurlijk al een hoop veranderd dit jaar, zeg je zelf. Nou, ik zit allemaal in. Ik ben nu wel de goede weg ingeslagen. Ik moet nog een paar andere stappen maken, vind ik zelf, in het doorzetten. En, maar ja, ik ben nu goed bezig eigenlijk. En ik zie nu op het moment niet echt iets om te veranderen. Een reden. Nou zijn wij, Mike en ik, totaal niet van het doemdenken. Zeker niet. Wij gaan er gewoon vanuit dat jij op die PDPA qualifier gewoon nog naar het WK haalt. Daar een paar ronden verder komt en die tourkaart gewoon nog lekker behoudt. Mocht dat niet zo zijn, dan gaan we voor plan B dat jij in Q-School gewoon die tourkaart weer pakt. Maar stel nou, dat dat toch niet gebeurt. Wat moet jij dan allemaal gaan omgooien in je leven? Wat ga je dan bijvoorbeeld daarna nog gooien? Hoe ga je dat combineren met je werk? Zijn dat allemaal dingen waar je over na moet denken? Of is dat eigenlijk al wel, ligt dat al vast? Nou, ik heb zelf mijn hotel al geboekt voor de Q-School. In de zin van, ja, als ik Q-School nog haal, of als ik mijn tourkaart nog hou, dan kan dat er wel vanaf, dat die paar dagen hotel. Verder heb ik zoiets van een jaartje rust, zou ik misschien ook niet eens heel erg vinden. Niet dat ik het
wil. Maar kijk, ik heb zelf een knieblessure en ik kan me niet aan laten opereren omdat ik altijd dart. Ja, dat soort dingen. Dan denk ik, het is niet dat ik wil hem echt halen, hoor, dat is het punt niet. Als ik hem niet zou halen, zou ik bijvoorbeeld gaan opereren en een jaar herstellen. Of een opleiding doen, want daar heb ik nu ook niet echt de tijd voor. Dus waar de een dicht gaat, gaat van de andere deur open voor een jaar. En dan is het maar 4 Challenge Tour weekendjes. En eventueel per Euro Tour qualifiers. Het is niet van Duitbode verlies toolkaart en haalt Q-School niet. Zeg maar je toolkaart dan weer terug. Houdt niet in dat we Dirk niet meer terug gaan zien. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Challenge Tour zou ik sowieso wel gaan gooien waarschijnlijk. Alleen ja, ik denk er eigenlijk helemaal niet aan. Nou, dat moet je ook zeker niet doen. En nou goed, dat we toch bijvoorbeeld het lijntje van de Zwaan aanhouden. Ja, en van Meulenkamp natuurlijk niet te vergeten. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen waarbij het ineens het kwartje valt in een nieuwe verfrissende periode. Dat je weer met een nieuwe start begint. Dus voor hetzelfde geld gaat dat bij jou ook zo het geval zijn. Wij wensen in ieder geval alvast het beste toe en we hopen je gewoon op het WK te zien. Ik stel voor Mike dat we met de terugblik van de afgelopen toernooi verder gaan. Ja, afgelopen toernooi heb je ze een beetje gevolgd, met name het EK. Een beetje. Ja goed, dan gaan we maar beginnen op de eerste avond. Ja, wat een verrassing eigenlijk over het hele toernooi gezien. Om maar even te beginnen met titelverdediger James Wade. Ja, dat zijn eigenlijk twee verrassingen in één wedstrijd, als je dat zo kan stellen. Want Wade, die gooide zelf niet al te best. Maar had ook iemand tegenover zich die de pannen van de dak zat te gooien, met Johnny Clayton. Ja, dat het dan met 0-6 de titelverdediger op dag 1 eruit gaat, ja, dat mag je wel verrassend noemen, denk ik. Alles wat Jacques Newell eigenlijk het hele jaar al zegt. Er komt een moment dat Wade moe is. Wade is natuurlijk ook naar Australië geweest, Down Under. Hij heeft alle World Series toernooien afgewerkt op eentje na. Is dit het moment van de val van Wade? Nou, Dirk, zeg jij het maar. Is dat zo? Ik denk het niet. Ik denk dat hij... sowieso een heel goed jaar heeft en hij wint veel en winnen geeft energie. Dus zolang je blijft winnen, zal je altijd energie houden om, om goed te blijven spelen. Denk alleen wel dat Wade is geen goede WK-speler, kunnen we wel stellen. Is jarenlang een top 4 speler geweest. Hij heeft er één moeten winnen, vind ik, die Lewis won. En verder heeft hij nooit de finale gehaald en ook niet veel halve finales. Ja, Play Championship Finals, Grand Slam, daar zou hij nog goed kunnen doen, denk ik. Maar ik zie hem op het WK. Ja, kwartfinale is vaak toch wel zijn max wat hij haalt en als hij die al haalt. Maar jij ziet dit op het EK afgelopen weekend als een incident. Ja, dat is een incident. En als iemand 111 gooit of 113. Ja, 111 was het. Ja, dan in een best of 11 kan het wel eens een incident zien. Ja, het is meer dat hij zelf ook misschien maar 83 gooit. Maar aan de andere kant, ja, dat kan een keer gebeuren. Ja, maar misschien op een gegeven moment zie je dat het hem niet gaat worden. Gaat het niet beter van worden vaak. Zeker bij zo'n speler zijn niet. Maar goed, Clayton het hele jaar vrij wisselvallig. Vooral op de Euro Tour niet heel goed. Plaatst zich wel voor het EK. Beetje op dezelfde manier als Darren Webster. Gewoon elke keer tweede ronde winnen, puntjes meepakken. En zo ging het eigenlijk maar door. Ja, en dan stopt het. Kom je nog een rondje verder? Nee, daar verloor hij van Dave Chisnall. Die vervolgens zelf 110 tegen hem stond te gooien. Ja, om daar meteen op die andere wedstrijd terug te komen. Dave Chisnall gooit tegen Dimitri van den Berg. Dimitri eigenlijk een beetje... De podiumspeler bij uitstek. Heeft dit jaar één keer de finale op de vloer gehaald. En daar bleef het ook wel een beetje bij. Die viel toch wel erg tegen. Ja, ik vind dat Dimitri... hij heeft dit jaar de Trop Cross won, de WK. Toen had hij een hele stijgende lijn. En eigenlijk van het moment dat hij die kwartfinale haalde op de WK... en die niet won, waar ik denk dat hij hem eigenlijk wel had moeten winnen. Dat daarna misschien heel veel meer druk op zijn schouders is gekomen. Dimitri is een hele goede speler... stopt er heel veel arbeid in. Maar het lijkt wel of die druk van die kwartfinale toen veel met hem gedaan heeft. Heeft hij volgens mij dat jaar daarna nog wel een finale gehaald op de Duitse World Series. Ja, maar verder was het al dat jaar haalde dan nog wel het WK. En nu lijkt hij wel weer ietsje terug te komen met een finale op de vloer. Maar inderdaad is wel het enige. Terwijl hij normaal toch wel vaak wel verder kwam, regelmatig. Nou, het gekke is dat het in mijn ogen juist op de vloer misschien iets beter lijkt te gaan. Zie jij dat ook zo? Ja. Kan je dat dan verklaren? Waarom gaat dat dan ineens op de vloer beter, maar op tv minder? Ja, dat kan gewoon dat alles samenvalt. Ik weet dat hij nog wel eens een relationele probleem had. En nu heeft hij weer volgens mij weer een vriendin, is hij weer blij. Ja, dat speelt soms ook mee. Kleine dingetjes kunnen het verschil maken. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Je moet lekker in je vel zitten. Goed, sluiten we de Belg even af. Die gaan we op de Grand Slam zeker weer terugzien.
Wordt ook zijn laatste jaar Grand Slam. Tenzij hij zich nog een andere keer plaatst. Als WK, jeugd-WK wereldkampioen natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat het zijn laatste is. Nee, maar in ieder geval niet de laatste waar hij bijna zeker voor geplaatst is. Na zijn achtereenvolgende titels op de jeugdtour. Jeugd-WK. Ja, dan gaan we eigenlijk meteen naar de eerste Nederlander toe. Ja, dat was toch wel een erg verrassende uitschakeling. Michael van Gerwen. Ja, inderdaad. Ik vraag me af wat ik verrassender vond. Dat Weet met 6-0 op zijn broek krijgt of dat Van Gerwen er in de eerste ronde uitgaat. Aan de andere kant, Dirk zegt het net ook al, het is best of 11. Wie het eerst bij 6 gewonnen, Lexis, die heeft gewonnen. Ja, dan kan dit gebeuren. Ik denk niet zozeer dat het aan Van Gerwen zijn spel lag. Dat was gewoon goed. Maar Ross Smit die stijgt gewoon boven zichzelf uit. Ja, dan gebeurt dit een keer. Ja, goed wat jij zegt. We zien het op de vloer vaker. Komt Van Gerwen achter. Eerste ronde. Vaak eerste ronde komt hij achter. Wint hij vaak toch nog 6-5. En dan is hij de rest van de dag, gaat de gas helemaal erop. En dan is het meestal kwartfinale of finale. Maar je zag nu toch dat hij het in de beslissende plek niet bol kon werken. We gooiden natuurlijk Ross Smit natuurlijk wel 114 uit. Ja, de echte Van Gerwen, die hebben we volgens mij dit jaar nog niet helemaal gezien. Dat is dan misschien het enige, dat je die overtreffende trap, dat gaspedaal wat bij hem nog net even wat verder ingetrapt kan worden, dat je dat dan op zo'n beslissend moment niet ziet. Maar aan de andere kant, als je ziet wat hij allemaal gewonnen heeft dit jaar, kunnen we toch moeilijk zeggen dat het echt heel veel minder gaat met Michael van Gerwen. Ja, ik vind persoonlijk dat hij wel minder jaren heeft. Ik denk dat hij nu wel uitkomt. Qua titels kan je er nog niet zo heel veel op aanmerken, maar dat is eigenlijk meer omdat er geen goede uitdager is geweest dit jaar. En ik denk dat hij het zelf ook wel, hij zal het misschien niet beamen, maar Van Gerwen kwam eerst bijna nooit onder 100. En dit jaar, ja, ze zijn niet zeldzaam, maar ja, hij heeft een hele periode toch gehad. Toch procentueel gezien, denk ik. Volgens mij een wedstrijd 13 wedstrijden achter elkaar inderdaad, dus daar heb je zeker gelijk in. Nou, hij zal het zelf inderdaad zeker nooit toegeven, maar hebben jullie als spelers wel een andere houding ten opzichte van hem? Nou, hij is ook gewoon te pakken. Weet ik niet of mensen dat hebben. Het blijft er altijd een angst als je de nummer 1 kan pakken, dat die mensen soms krijgen. Maar ja, als je hem ziet spelen en zijn statistieken, die zijn soms zo gigantisch goed dat je denkt, dan kan je, als hij zo gooit, ben ik te lul. En nu zie je statistieken dat je denkt van ja, ik gooi ook wel eens beter dan dit. Ik moest bijvoorbeeld ook tegen hem. En ik gooide dacht ik in de eerste ronde gooide ik 105 gemiddeld en hij 98. De tweede ronde moet je tegen hem, denk je, ja, nou ja, als ik nog een keer zo gooi en hij zo, dan win ik. Alleen dat deed ik niet. Nee, maar goed, je geeft toch wel aan dat echt dat onoverwinnelijke, dat aura wat er omheen hing, dat is toch wel een beetje afgebrokkeld. Ja, maar dat is ook zo weer terug. Dus ja, en je weet ook dat hij alsnog elke wedstrijd heel goed kan gooien. Dus het is ook niet dat je denkt van, ah, dat wordt een makkie. Je weet dat als hij slecht gooit, gooit hij nog 97 gemiddeld. Terwijl dat voor een andere speler eigenlijk altijd een prima gemiddeld is. Misschien leggen we de meetlat bij Van Gerwen ook wel een klein beetje anders als we bij een ander doen. We zeggen wel dat Van Gerwen zich zorgen waant. Iemand die mij eigenlijk veel meer zorgen waant is Edwin Lewis. Ik weet niet hoe hij het de afgelopen 2 jaar doet. Hij staat volgens mij vast op plek 16. Ik weet niet of hij zich ingekocht heeft op plek 16. Maar hij verliest op tv toch vaak eerste ronde. Begon eigenlijk vorig jaar voor mij met de 156 van Chisnell op ditzelfde EK. Dat hij 6-5 verliest. En nou ging hij weer kansloos ten onder tegen Simon Whitlock. Die zijn ponden ook hard kan gebruiken. Wat is er toch aan de hand met Edwin Lewis? Het is echt ups en downs. We hebben een vloertoernooi natuurlijk gewoon in dit jaar. Ik heb hem vooral het begin van het seizoen op de Eurotour heel veel met materiaal zien wisselen. Heb ik het in een eerdere podcast ook al over gehad. Ja, wat is er met hem aan de hand? Want op tv wil het helemaal al niet lukken. Ja, wat is er met Lewis aan de hand? Ik vind die vraag moeilijk te beantwoorden. Ik moet wel zeggen, ik denk dat zijn dieptepunt lager is geweest als wat het nu is. Ik bedoel, 2 jaar geleden vond ik het echt nog wel een stukje minder. Hij heeft in ieder geval het besef dat hij op de Pro Tour en ook op de Eurotour voor de kwalificaties die hij heeft moeten gooien een tijdje terug nog, dat hij daar gewoon het harde werk erin moet steken. Nou, ik denk met name dat harde werk er toch nog voor zorgt dat hij weer terug is in de top 16. Ik bedoel, daar is hij ook uit geweest. Alleen als je dan inderdaad de loting ziet en je ziet hem gekoppeld aan Simon Whitlock, ook niet de man die het meest in vorm is. Ja, Whitlock inderdaad, heb ik het de vorige podcast dus regelmatig over gehad. Simon wisselvalligheid Whitlock natuurlijk. Ja, hij speelt heel goed. Ja, ronde daarna was het weer niet goed genoeg tegen Gurney. Kwam hij volgens mij 5-0 of 6-0 achter. Ja, maar Gurney begon ook wel super sterk, hè? Ja, maar goed, we weten dat Whitlock dat ook kan. Dat Whitlock is eigenlijk een top 8 speler, normaal gesproken. Maar de laatste paar jaren wil het niet lukken. Maar om toch even terug te komen op Edwin Lewis. Ja, wat moeten we daar nu nog van gaan verwachten? Misschien heeft Dirk advies voor hem. Stoppen.
Nee. Eén plekje. Ja, daarom. Ook moet toe elkaar nog. Ja. Nee, ik denk dat Lewis langzamer is gaan gooien de laatste jaren. En als het niet goed gaat, is langzaam gooien meer denken. Ja, ik denk dat hij juist sneller moet gaan gooien weer. Als je in vorm bent en het niveau is top, ja, al doe je een minuut per pijl, dan gaat hij er wel in. Maar hoe langzamer je doet, hoe meer je kan denken. En ja, het is een ritme spelen. Daar werd hij ook wereldkampioen mee, daar was hij mee zo goed. Ja, dat, ja. Heb jij dan enig idee waarom hij zelf niet teruggaat naar een sneller ritme? Nee, heb ik niet. Ik ben zelf ook wel wat langzamer gaan gooien, denk ik. Ja, dat zijn dingen die in je opkomen. Je misschien je concentratie weer wat beter pakken. Ja, dat kan je natuurlijk wel makkelijker met langzaam gooien. Alleen ja, op ritme gooien. Hij is echt een speler die moet voor mij op ritme gooien, voor mijn gevoel. En ik denk dat hij zijn slag een beetje gemist heeft op het moment dat hij voor de tweede keer wereldkampioen werd geworden. Toen heeft hij gigantisch veel demos gegooid en heel veel toernooien laten schieten. En ja, daar heeft hij misschien toch het momentum gemist om door te stomen naar plek 2-1. Ik weet niet of hij tweede heeft gestaan, maar om naar die echt nummer 1 positie te strijden. Ja, als je twee keer wereldkampioen erbij bent, zou je eigenlijk nummer 1 van de wereld moeten zijn. En dat was hij niet. Ja, als je dan het momentum van die twee grootst mogelijke prijzen op je ranking ja, niet doorpakt, ja, hoe ga je dan nog motiveren later, lijkt mij, als je lager staat. Maar zie je dat dan überhaupt ooit nog goed komen? Of denk je, ja, dit is misschien het maximale wat er nog uit gaat komen? Nou, hij is wel heel goed. En hij heeft dan wel talent. Alleen hij zal wel wat moeten veranderen, wil hij weer terugkomen. Maar ik denk dat er wel een speler is. Je hebt spelers die zijn heel goed op een WK. Je hebt spelers die zijn niet goed op een WK. Ik vind James een goed voorbeeld van slecht op het WK. Verloor is een goed voorbeeld van goed op het WK. Dus hij zou altijd nog wel kunnen pieken. Of hij nog eentje kan winnen. Op het moment niet. In de toekomst vast nog wel. Als hij zijn niveau terugziet. Ja, wie eigenlijk niet zijn niveau van het hele jaar terug was Glenn Durant. Gooit een hoger gemiddelde dan Ricky Evans. Is eigenlijk de hele wedstrijd, pakt hij het voortouw. Maar verliest hem toch. Dat is niet de Glenn Durant die we dit jaar veelal gezien hebben. Nee, aan de ene kant hij speelt hij gewoon een prima partij natuurlijk. Laten we dat voorop stellen. Hij zit tegen de 100 gemiddeld aan. Verliest 6-5 van Ricky Evans, die zelf ook goed staat te gooien. Maar je hebt bij Durant toch wel de indruk inderdaad dat hij steeds meer vrijkomt op de PDC-TV-toernooien. En dan had je eigenlijk hier op het EK verwacht dat hij wel weer een volgende stap zou zetten. Nou, dat komt er dan nu niet uit. Maar ja, ik denk niet dat dat heel gek is. En dat je dan ook gelijk moet twijfelen aan zijn groeicurve die hij aan het doormaken is. Ik denk dat we dit najaar van Durant nog genoeg gaan zien. Of zal het de klasse van Ricky Evans zijn? Ik weet niet hoe jij tegen Ricky Evans aankijkt. Ik vind het een beetje de man van onder de 90 gemiddeld, maar wel wedstrijden winnen. Hij kan natuurlijk ook wel enorm goed gooien. Maar ik vind nog niet dat de vonken ervan af zijn gespat bij Ricky Evans. Nou, ik vind de speler die op het podium misschien wel beter is dan op de vloer. Zeker als je kijkt naar verhouding andere spelers, verhouding vloer te podium. Ja, ik vind hem positiever op het podium. Zijn Eurotours is hartstikke goed, daardoor is hij een sheet op de vloer. Maar op de vloer presteert hij eigenlijk niet naar een top 8 sheet. Maar hij is wel nummer 7 sheet de hele tijd. En dat komt allemaal door zijn Eurotours prestaties. Dus ik denk dat er wel een speler is voor op podium op langere termijn. Ik denk alleen wel. Kijk, je hebt heel veel verrassingen en die lopen weer te analyseren. Maar als je realistisch bent en je kijkt, hadden die wedstrijden best of 21 geweest. Ja, dan had Clayton nog wel gewonnen. Maar Ross Smit en Ricky Evans waarschijnlijk niet. Dus dat is ook wel weer het leuke van het format. Maar ja, dat geeft dus wel verrassingen. Dat is, ja, ik denk niet dat ze Vergeer eruit willen, maar ze willen wel de verrassingen, ja, hebben daar een grotere kans mee. Dat was zeker een mooi toernooi qua verrassingen. Ik denk dat we echt wel genoten hebben dit toernooi met de verrassingen. Ik denk dat het een beetje tijd is om naar dag 2 te gaan. Daar hebben we 3 Nederlanders gezien. Ja, en alle 3 Nederlanders, ja, echt een super prestatie. Alle 3 door. Ja, dat is fantastisch. Überhaupt, naast Van Gerwen is het op de tv-toernooien, met het uitschietertje hier en daar van de Zwaan misschien na. Toch best wat mager geweest met de Nederlanders. Ik denk dat je het zo mag stellen. En dan zie je nou de tweede ronde Van Gerwen eruit. Maar 3 andere Nederlanders door. En die dan ook gewoon met goed spel de lijn door weten te trekken. Helaas 2 daarvan natuurlijk tegen elkaar komen. Maar zowel Van der Voort als de Zwaan zelfs gewoon de kwartfinale haalt. Ja, dat is leuk om te zien. Ja goed, we hebben natuurlijk een paar weken geleden gezeten bij Jeffrey. Ja, het is toch wel een goede ontwikkeling die op deze manier aan het doormaken is. Maar ja, hij verpest het eigenlijk wel zelf in die kwartfinale. Ja, zeker. Als die dubbels daar iets beter vallen op de juiste momenten, dan kan die wedstrijd heel anders aflopen.
Maar goed, dat hebben we natuurlijk met darten zo vaak gezien en zo vaak gezegd. Ik bedoel, ik geloof dat de Zwaan op 3-3 op 40 staat te wachten. En dat Smit de finish van boven de 100 uitgooit, als ik het goed zeg. Ja, en de lek daarna wordt hij gelijk zelf gebroken. En dan sta je 5-3 achter. En dan mag Smit gaan gooien voor 6-3, die ook nog eens een keer de lek weet te houden. Ja, dat kan allemaal de andere kant opvallen, maar dat valt het niet. En dat zijn toch nog de kleine dingetjes die toch nog misschien iets beter kunnen. Ik vond dat Jeffrey die wedstrijd redelijk onder controle had op het begin daar. Maar omdat hij zijn dubbel steeds mist, kon hij eigenlijk niet helemaal in de wedstrijd. Hij pakte niet het voortouw tegen Smith, die eigenlijk het hele weekend alleen maar negatief is geweest. Aan het mopperen op de borden, aan het mopperen op zichzelf. Mopperen op de hele Eurotour aan zich natuurlijk. Ja, nou ja, daar hopen we ooit nog met hem te over praten, aankomend weekend. Vind ik wel even een vraag voor jou, Dirk. Heb je meegekregen wat Smit gezegd heeft over de Eurotour? Dat hij er eigenlijk liever niet heen gaat. Al die speelsteden die komen hem onderaan te keel uit. Hij vindt het maar saai en hij gaat liever niet. Wat vind je ervan dat een dartspeler dat zegt? Ik heb dat niet meegekregen. Wat ik ervan vind. Ik denk dat hij over een Eurotour niet mag klagen, want hij is vaak geplaatst. Ja, het is niet zeker ranking geld, maar... Het is sowieso €2000 startgeld als hij daar komt. Nou, ik denk dat hij 910 keer zo'n rondje wint. Nou ja, dat is toch €3000 pond. Nou ja, dat is verdienste. Dat is ook belangrijk. Hij is prof, hij werkt niet. Niet moeilijk over te doen. Dus dan praat je zo over een goede 30.000 per jaar. Plus, op de vloer moet je een halve finale verhalen. En hij had, dit jaar had hij dan geen 10 halve finales. Dus hij heeft veel jaren gehad dat hij er misschien wel haalde. Maar dat staat in verhouding, zeg maar, voor je ranking ook. Ja, ik weet niet. Ik klaag niet als ik in Duitsland ben, maar voor hun is het wel anders natuurlijk. Ze zijn niet gewend om te vliegen naar een darttoernooi. Hij woont in St. Helens. Dat is vanaf Wigan 5 à 10 minuten volgens mij. Nou, dat laat een kwartiertje zijn. Barnsley zal hooguit 2 uur zijn. Ja, en als hij dan naar een Eurotour moet, dan zal hij toch... Zeker 6 uur moeten reizen waarschijnlijk. Maar heb jij dan ook zoiets van, ja, kom op Smit, jij hebt eigenlijk helemaal niks te klagen met al die toernooien die normaal gesproken bij jou om de hoek zijn. Plaats je eens een keer in ons, Nederlandse of andere Europese spelers die iedere keer naar jullie kant mogen vliegen. Ja, dat doen ze sowieso niet echt, heb ik het gevoel. Het was altijd klagen. En onze Eurotour plaatsing was veel te makkelijk. En dan zei ik tegen hem, daar had ik een discussie over met, ik dacht, Andy Smit. En die zei van, ja, jullie hebben een makkelijke kwalificatie, dat was maar 18 man. Ik zeg, ja, omdat 800 kilometer reizen was, ging niet iedereen. Die dacht, 800 kilometer, ik zeg, ja, wij moeten gewoon helemaal naar Berlijn rijden. En we moeten naar München rijden, we moeten naar Oostenrijk, dat is meer dan 1000 kilometer. Dat gaat niet iedereen. Oh, ik zeg, ja, jullie hebben gewoon lekker bij een toernooitje waar je al bent, die al dichtbij is. Dus zij verplaatst zich niet echt in de buitenlanders, want wat hij daar vertelde, dat is een discussie die daar gaande is. Die Engels onderling hebben over onze makkelijke plaatsing. En ik denk dat dit jaar ook wel bewezen is dat onze plaatsing niet makkelijk is. Want Jeffrey heeft zich het meeste geplaatst van iedereen. En dat is volgens mij 7 keer, later 8 zijn. Ja, 8 keer. Ja, en bij de Engelsen heb je gewoon mensen die... Ja, er zijn geloof ik een stuk of 7-8 spelers die meer dan 9 keer geplaatst zijn van de UK qualifier. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Steve Beaton is een mooi voorbeeld. Eigenlijk doordat hij zich elke keer plaatst en een rondje wint... Volgens mij was hij geseed voor de laatste Eurotour. In ieder geval, hij heeft zich daardoor een keer geseed weten te maken in een Eurotour. Ja, ik denk als je een wereldtitelverhouding gaat doen met de qualifier UK of met de qualifier Europa. Ik denk dat je daar nogal een behoorlijk verschil hebt in het voordeel van Europa. Ik heb er wel eens iets voor uitgezocht en een tweetje over gestuurd. Eigenlijk op welke manier je het ook gaat kijken. Ga je kijken naar de gemiddeldes op die qualifiers? Ga je kijken naar het aantal tourkaarthouders en dat gewoon naar ratio verdeeld voor aantal plekken? Ja, op geen manier kom je uit op 18 om 6. Het zouden er eigenlijk wel minstens 8 moeten zijn voor de Europese spelers. Maar ja, wie weet dat het volgend jaar nog een keer gaat veranderen. Want ik begrijp dat de discussie bij de PDC nog gaande is. Laten we hopen voor onze Nederlandse jongens dat het omhoog mag gaan. Ja, ik vond wat persoonlijk heb ik er wel eens over gediscussieerd met mensen. Je hebt wel eens dat je bijvoorbeeld dicht voor de matchplay bent. Je bent dicht bij de Grand Prix. En op het moment dat je dan kan plaatsen en een andere... En je concurrent is Engels. Hij kan in theorie... 2 challenge toespelers krijgen. Dus dat hij, ik noem maar, 3 challenge toespelers op zijn bord heeft. En dat is zijn eerste partij. En uit zijn finale partij komt de challenge toespeler. En Jeffrey de Zwaan, die kan dan bijvoorbeeld Ron Meulenkamp, Christophe Ratijs. Ja, nu niet meer. Die zijn nu ook geseed. Maar dan aan het begin van het jaar kan je die dan ook krijgen. Ja, dat is dan het verschil. Weet je, iemand kan. Niet dat een challenge toespeler niet kan darten. Maar die is minder bewezen, want hij heeft geen tourcard. Ja.
dan heb je wel een beetje een oneerlijk speelveld. Ja, Eurotour, het is net wat jij zegt, het is makkelijke ponden, om het zo te zeggen, als je het vergelijkt met een Players Championship. Ja, een kwalificatie voor de tv-toernooien, daar is de Pro Tour gewoon belangrijk voor. Ja, dat geldt, dat telt voor de Pro Tour. Dus het is gewoon wel levensbelang. Ja, ik ben het helemaal met je eens, wat mij betreft. Maar het enige eerlijk is, als je het samen zou gooien, alleen de PDC die wil altijd een x-aantal Europese spelers bij die toernooien hebben. Dat is natuurlijk logisch. Alleen ja, zou je dan ooit een eerlijk systeem krijgen? Ja, ik denk het niet. Waarin je dus, zij willen verzekerd zijn van de Europese spelers op de Eurotour. Want het is in theorie mogelijk dat dus 24 Engelsen zich plaatsen. Lijkt me onwaarschijnlijk met het aantal tourcarrières dat we hebben, maar goed, het kan. En daar, dat is, volgens mij strijden zij een beetje met de eerlijkheid ten opzichte van die, ja, die plaatsen die ze toch willen verdelen aan bepaalde landen. Wat vind je bijvoorbeeld van een Home Nation Qualifier? Ik heb het al heel veel podcasts eerder aangehaald. Zwolle is een heel mooi voorbeeld. Veel spelers melden zich af. We krijgen 5 Home Nation Qualifiers. Natuurlijk niks ten nadele van de Home Nation Qualifier, bijvoorbeeld een Vertrijf en zo. Maar jij had daar kunnen staan. Ron Meulenkamp had daar kunnen staan. Jelle Klaassen. Noem ik al 3 namen van die 5 die gewoon opgevuld konden worden met tourcardhouders. Jullie spelen voor het geld. Jullie hebben die ponden nodig. En er staat zo'n Erik Holbe bijvoorbeeld uit te gooien. Wat vind je daar dan van? Nou, persoonlijk vind ik dat een Home Nation qualifier moet er zijn. Je moet gewoon mensen uit het land hebben op het podium. Als je bijvoorbeeld in Tsjechië komt, dan speelt niemand uit Tsjechië. En dan kan je zeggen, ja, maar die Tsjechen kunnen niet darten. En er is dan wel één goede, noem maar wat hoor. Maar het publiek wil ook een Tsjech zien tegen die toppers. Dus dat, ja, ik vind dat wel dat het er altijd moet blijven. Of het er 4 moeten zijn, of 2 of 3. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat je dat altijd moet hebben. En die plaats opvullen, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is altijd al zo geweest. En kijk, ja, ik was toen zelf, ja, ik ben daar niet gefrustreerd over. Daar leer je mee leven. Maar ik verloor zelf die qualify. Ik begon met 102 gemiddeld van Benito, 101. En ik vloog met 104 gemiddeld van Jelle Klaassen. Dus mijn toernooi gemiddeld was een ruime 102, 103. Ja, en dan zie je die Home Nation qualifier. Daar kwam niemand echt hoog, laat ik het aan maar bouwen. Maar dat doet er niks van af, want ik heb mezelf ook wel eens met een slecht gemiddelde geplaatst. En ja, het is toch een leuk opstapje voor mensen om de BDC te proberen. Ook al is het, ze spelen niet het hele jaar ervoor, maar ik denk dat het wel daarbij hoort. Vind je dan van die andere qualifier voor mensen die Challenge Tour spelen, die Q-School hebben gespeeld, die mogen ze allemaal gooien. Normale mensen mogen er maar 2 gooien per jaar. Er zijn ook 2 plekken voor. Dat is niet de Home Nation, maar dat is die andere. Associate Member. Associate Member qualifier. Wat vind je daar nou van? Ja, die vind ik wel een, dat vind ik misschien wel mindere beslissing. Het is natuurlijk gedaan vanuit het perspectief, anders kunnen ze alleen Challenge Tour gooien. Andere jaren mochten ze altijd mee gooien. Alleen, je ziet nu dat er mensen doorkomen die eigenlijk andere jaren bijna nooit erdoor kwamen. Noem Wesley Plezier, vind ik een goede darter, maar die heeft zich nooit geplaatst. En volgens mij heeft hij zich 3 of 4 keer geplaatst nu. Ja, dan is het misschien voor die gasten een goede opstap, waardoor ze misschien zichzelf ontwikkelen. Alleen denk ik wel van ja, dat zijn wel onze 2 plekken die wij minder hebben. Kijk naar Mike de Dekker, die heeft zich geloof ik 5 of 6 keer geplaatst. Die haalt gewoon bijna het EK. Ja. Alleen maar doordat die qualifier, zeker de eerste paar keer natuurlijk amper bezocht werden. Zonder geloof ik 10,5 spelen te gooien om 2 plekken. Later werd dat wel iets meer. Ja, dat kijk, de Home Nation, wat Dirk zegt, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Ik bedoel, in Duitsland, ja, los van het feit dat er dan 7 Eurotours in Duitsland zijn, wat misschien een beetje veel is. Maar dan snap ik dat de Duitsers op het podium moeten staan. Hetzelfde geldt voor Tsjechië of waar je dan ook komt. Maar goed, de rest kan iets anders verdeeld worden misschien. Laten we afwachten hoe dat in 2020 gaat. Goed, terug naar het EK. Ja, we waren bij Michael Smith, Jeffrey de Zwaan gebleven. We zullen beginnen bij de eerste wedstrijd van Michael Smith. Ja, eigenlijk een trainingspartij voor de beide heren. Ze trainen vaak samen. Maar dit was voor Smith niet echt trainen. Dit was gewoon rammen. Jij doet op de wedstrijd tegen Ian White? Ik doe op de wedstrijd tegen Ian White. Ja, inderdaad ja. Allereerst kun je natuurlijk over Smith zeggen dat hij ontzettend goed stond te gooien. Aan de andere kant kan ik het dan toch ook niet laten om het etiket wat toch al aan White kleeft over het niet kunnen brengen op de tv-toernooien. Ja, je kan zeggen wat je wil dan in zo'n partij, want ja, wat doe je tegen een Smith die zo goed staat te gooien, daar kan je altijd van verliezen. Ja, dat is waar, maar er zijn toch wel weer een aantal momenten in die wedstrijd geweest waarbij je bij White op de vloer denk ik andere dingen ziet als wat hier nu weer gebeurt. Ik bedoel, Smith die breekt dan gelijk inderdaad met een 12 darter naar 0-2, nadat hij zijn eigen lek al gewonnen had. Maar goed, er lekker na heeft Ian White 6 pijlen om 161 uit te gooien. Dus om gelijk weer terug te breken. Maar dan komt hij niet eens op een dubbel. En dat is nou volgens mij echt zo'n momentje dat Ian White al in zijn hoofd heeft zitten.
oh jee, shit, op tv en ik sta weer 2-0 achter. Zal het dan weer fout gaan? En als je dat denkt, ja, dan denk ik niet dat het nog goed komt. Vervolgens wint Smit die lek dus, wordt het 0-0-3. De lek daarna gooit hij weer 2 scores van 43, waardoor hij weer gebroken wordt en 4-0, 5-0 achterkomt. Ja, dan is het klaar. Verder weinig verrassing in de eerste ronde, denk ik. Dan gaan we naar ronde 2. Daar versloeg Dave Chisnall, de man van de World Grand Prix, versloeg Johnny Clayton. Ja, Chisnall goed in vorm, gooit 110 gemiddeld. Clayton krijgt om zijn oren waar hij zelf weet mee eraf gooide. Ja, ijzersterke pot van Chisnall, weinig aan toe te voegen. Gurney kwam 6-0 voor tegen Whitlock, hebben we het er uiteraard over gehad. Ja, daar komt hij toch, een beetje mijn vriend, Vincent van der Voort. Ja, die geeft in een interview bij Live Darts, bij Phil Bars, geeft hij achteraf aan. Ik wou stoppen vorig jaar. Michael heeft mij er doorheen getrokken met een nieuwe sponsordeal voor 5 jaar. Het heeft hem toch goed gedaan. We zien hem het hele jaar al, er zit een stijgende lijn in. Zeker, dat zie je ook op de Pro Tour ranking, zie je dat duidelijk in voorkomen. Ik weet niet hoe jij dat de afgelopen jaar op de Tour hebt gezien, de stijgende lijn van Vincent. Ja, die heeft hij denk ik vorig jaar aan het einde van het jaar al een beetje ingezet. Vorig jaar was zijn begin ook heel slecht. Verloor elke keer 8 toernooien bij de eerste ronde, of 7. Ja, dat is voor hem onwaardig, want Phil van der Voort was echt wel een van de beste vloerspelers. Altijd. En misschien niet zo goed als Michael, maar niet verder onder. En hij kwam eigenlijk ook, elk weekend had hij wel 1 kwartfinale erbij en dat had hij gewoon niet meer. En dan dit jaar zie je zijn niveau stijgen en ja, je ziet ook wel zijn vertrouwen wel lichtelijk toenemen. En hij komt weer verder. Hij heeft misschien nog niet de resultaten die hij wil. Alleen ik denk dat het afgelopen EK voor hem wel een goede boost is richting de laatste toernooien. Ja, zeker omdat je er toch in de matchplay en in de World Grand Prix alle twee eerste ronden gaan zitten. Dan is denk ik dit toch wel echt een lekkere opsteker op een toernooi waar het eigenlijk nooit echt gelukt is. Volgens mij 10 deelnames, 1 keer de eerste ronde voorbij. Dan is dit toch echt wel een goede opsteker voor Vincent. Ja, nou, hij zit gewoon inderdaad al sinds vorig jaar in een enorm stijgende lijn. Hij heeft die blessure gehad, heeft die keihard aan gewerkt. En je ziet echt stapje voor stapje heel geleidelijk aan het steeds een beetje beter gaan. En nu ook op het televisietoernooi weer een stukje verder. Ja, dat geeft hem natuurlijk ontzettend veel vertrouwen. Als hij dan tegen Michael van Gerwen heeft gezet, joh, we gaan samen nog 5 jaar door. Ja, dan ben ik nog wel heel benieuwd wat de komende 4 jaar er in het vat zit. Nou, we weten natuurlijk dat Van der Voort sinds een paar jaar echt een harde werker is met zijn rug. Hij heeft voor mij al 4 keer zijn houding aangepast. En dat schijnt nu echt goed te werken. Ja, dat... En dat zagen we ook zeker in de wedstrijd tegen Gavin Price. Ja, hij kon gewoon echt ontzettend lang goed bijblijven bij Price. Het was echt gewoon om het even, wie gaat voor het eerst de andere keer pijn doen. Ja, en dan komt Price natuurlijk met die 170 finish eventjes ontzettend hard voorbij zetten. Maar ik denk inderdaad dat Van der Voort gewoon, dat straalde hij ook wel uit. Na die wedstrijd al ontzettend blij was met wat hij gepresteerd had in het hele toernooi. Maar ook in die wedstrijd, joh, ik kan gewoon weer met de top van de wereld mee. En het is nu niet gelukt, maar ik weet weer dat ik ze kan verslaan op zo'n podium. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat hij weer meeneemt. Ja, verder in de kwartfinale. Toen de zwaan die eruit ging, werd uiteraard gebroken. Maar wat mij toch wel verbaasde, was dat Dave Chisnall eruit ging tegen Devil Gurney. Ja, 110 gemiddeld gooi je misschien niet elke keer. Ook niet een Chisnall in vorm. En ja, ik moet toch zeggen dat Gurney... ja, misschien dat Dirk het zo meteen iets zelf over kan vertellen. Maar is toch eigenlijk een beetje à la weet iemand geworden die de energie uit de andere speler een beetje weet te zuigen. Zoals Jacques Nieuwlaat ook wel eens over weet gezegd heeft. Ik zie dat ook bij Gurney een beetje terugkomen. Geeft zelf heel weinig weg, weinig emotie. En ja, op die manier heeft hij volgens mij ook gewoon deze partij naar zich toe gezogen. Zonder veel franje, maar gewoon oerdegelijk. Nou, ja, dat denk ik zeker ook. Heb jij wel eens tegen hem gegooid? Ja, ik heb hem 2 keer tegen hem gegooid. 1 gewonnen, 1 verloren. Maar persoonlijk vind ik Gurney, hij doet het heel goed. Maar het is ook nooit een speler waarvan je denkt, die doet dingen die ik niet kan. Tenminste, dat heb ik dan gehad. Als ik tegen hem moet, denk ik, ja, dat is een goeie, ik moet aan de bak. Maar ik weet wel dat je altijd kansen zal krijgen. En je weet alleen ook dat hij niet veel mist. Het is gewoon een hele zelfverzekerde speler die weinig kansen weggeeft, inderdaad. Vaak goed op de dubbels. Ja, alleen scorend, hij is goed, maar hij is niet extreem goed ook natuurlijk. Dus, of hoe zeg je dat? Niet van Gerben niveau, Anderson niveau qua scoren. Het is meer een completere speler. Althans, zit dichter bij elkaar de verhoudingen. Maar ja, toch zijn zelfverzekerdheid. Hij heeft 2 toernooien gewonnen de laatste jaren. Hij gaat wel vooruit. Maar Chisnall, hij vind ik beter in vorm eigenlijk. Dus ik was er ook wel verrast door. Ik denk dat Chisnall op het moment zeker een top 4 speler is. Qua niveau even. Huidige vorm. Ja.
En prijs tweede, denk ik, persoonlijk. Ja. Ik denk dat we zeker nog veel kunnen gaan verwachten van Chisnell, zolang hij Vergermen maar niet tegenkomt. Nee, ja, dat record spreekt boekdelen, denk ik. En als we het toch over hebben dingen die in het kopje gaan zitten, dan is dat zeker een dingetje. Inderdaad, dingen die in het kopje gaan zitten. Er zijn ook een kopje van Gavin Price, die ook wel eens verliest van Michael van Gerwen. Volgens mij ook al iets van 13 keer op rij gaat het hard naartoe. Ja, en dat is dan eigenlijk het leuke voor Van Gerwen, dat er twee uitdagers niet van hem kunnen winnen. Maar was het Anderson en Lewis in die vorm, of noem maar iemand anders op. Die pakken hem wel. Die pakken hem dan, op het moment hoe ze zo gooien en hoe dan Van Gerwen dat zijn nu gooit. Alleen, deze mensen zijn allebei bijna, dat zie je ook bang, dat zie je ook aan prijs in die finale. Als hij dat hij één kans krijgt naar die gaan, ze zijn ze nog aan het zoeken, zover zit er niet mis. En vervolgens heeft hij het gewoon niet meer. En dan kan je zeggen, ja, maar ik heb geen dubbels gemist. Maar daar ging hij ook niet meer om komen, hij wordt alleen nummer 60. Iemand die dat kwaaltje niet heeft, is Rob Cross. Die speelde in de halve finale tegen Daryl Gurney. Ja, en die Rob Cross, we hebben natuurlijk daar eerder in het jaar ook al een keer over gehad. Toen leek het maar alsof hij ontzettend goed speelde, maar niet kon winnen. Nou, inmiddels zijn we een paar toernooien verder en heeft hij inmiddels twee enorme trofies op zijn naam staan. Ja, zo zie je het maar weer. Uiteindelijk komt het er gewoon echt wel uit als je het hele jaar zo ontzettend goed speelt als hij nu doet. Ja, ik denk dat hij verdient die wedstrijd van Gurney won. Ontzettend knap dat je dat zo voor elkaar weet te krijgen. En daarna ook gewoon die finale nog winnend weet af te sluiten. Ja, het is echt iemand die toernooien gaat winnen de komende jaren. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dan gaan we terugkomen op Gavin Price. Ja, een beetje wonderbaarlijke halve finale vind ik. Beide mannen spelen niet goed. Beide mannen spelen al twee sessies heel goed. Smit begint de eerste sessie heel goed. Komt 4-1 voor. Komt hij zelfs? Nee, 4-1 voor kwam hij. Vervolgens komt Price terug tot 5-5. En dan draait Price gewoon meteen die hele wedstrijd om. Ja, dat moet je Price nageven. Je hebt frontrunners en matchplayers die zich echt in een wedstrijd aan het vechten zijn. En Price die lijkt het eigenlijk allebei wel te zijn. Ik bedoel, hij kan ontzettend goed starten en het vasthouden. Maar we hebben ook echt al vaak genoeg bij hem gezien dat hij toch iets nodig heeft in een wedstrijd. Een achterstand of iets wat hij zich kwaad maakt of zichzelf weet kwaad te maken of weet ik wat het is. En dat hij ook nog bepaalde zaken om weet te draaien. Vechtersmentaliteit heeft hij wel. En ik denk dat hij daarmee ook deze wedstrijd wint van Michael Smit. Ja, maar ja, Price kan het ook weggeven als hij 5-0 voor staat. Ik heb al een paar wedstrijdjes in mijn hoofd, vooral die tegen Christopher Ratajski. Komt 5-0 voor, maar verliest alsnog 6-5 vorig jaar Players Championship Finals. Ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar ik denk dat je ook met me eens moet zijn dat hij die vechtersmentaliteit, die heeft hij wel. En als je hem één ding moet nageven, hij kan altijd iets vinden om zichzelf op te pompen, die adrenaline naar boven te krijgen. En hoe je het went of keert, buiten de finale om, weet hij altijd wel iets te vinden waardoor hij beter gaat gooien. Ja, vorig jaar was het ook volgens mij na de Grand Slam of Darts. Nadat hij behoorlijk ook stront op zijn heen gehad heeft op social media. Publiek dat hem uitvloot. Deze al wel een beetje, maar daarna extreem. Dus dat is een nieuwe situatie. Tegen een stoïcijnse Pool als Ratajski. Dus ja, ik weet niet of hij daar misschien naar... Ja, een 5-0 voorgeven is altijd wel extreem. Ze begonnen ook te zingen, hè? You 5-0 up and you fuck it up. Ja, maar toch moet ik ook wel aan de andere kant zeggen. Als je dat akkefietje even in je achterhoofd neemt. En inderdaad alle shit die hij over zich heen krijgt. Ik had echt verwacht. Nou, ik moet nog maar zien wat er met Price gaat gebeuren. Het had mij niet verbaasd dat dat zijn grote inzing was geweest. En dat hij daar niet mee had kunnen handelen. En een dramajaar had zou hebben. Nou, ja, dat is niet het geval. Want 2K was natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Stond hij voor mij 2-0 voor. Toen zongen ze nog een J-zondag. Ja, maar heeft het, ik vind Price. Hij heeft volgens mij ook de Play Championship als nummer 1 afgesloten. En ik heb hem ook een paar keer gezien, ook tegen mij. Ik ben echt gewoon echt goed. Alleen Price is een speler. Tegen Gurney zal hij nooit op zijn best zijn, want hij pompt zich altijd op. Hij zoekt wat op in de tegenstander waar hij zich ergert. En dan pompt hij zich op, gaat hij beter gooien. Schijnbaar ben ik er heel goed in tegen hem. Maar zijn speler als Gurney, die loopt erbij als een zoutzak. Heel verdrietig loopt hij terug. Hoofd tussen schouders. Ja. En dat soort spelers triggeren dan niet die agressie die hij nodig heeft in zijn wedstrijd. En dan weet ik niet hoe de statistieken tussen de twee zijn. Maar zulke spelers heeft hij, ja, dan merk je dat hij wat minder dat grimmige in zich heeft. Ja, wat jij zegt, jullie pompen elkaar lekker op. Ik weet het gemiddeld niet meer uit mijn hoofd. Volgens mij stond jij op 107 en Price op 117 op de Pro Tour. 113. In de tweede ronde. 113. Ja, wat was dat voor wedstrijd? Ja, dat was wel een goede wedstrijd. Dus maar... Ja. Ik weet niet. Ja, ja, ja.
Ik weet wel dat ik dat gemiddelde zag. Dat ik echt dacht van ja, we weten dat het in je zit, weet je wel. Mm-hmm. Ja, ik mis één pijltje op boel. En hij, volgens mij, wordt hij 3 hoge finishes uit van boven de 130. Dus dat is een beetje lastig, maar we hadden ook een meningsverschil in de wedstrijd, om het zo maar te zeggen. En schijnbaar heeft hem dat even naar hogere hoogtes gestuurd. Los van wat we van Prijs vinden of niet vinden, wat vind je ervan dat hij het hele toernooi lang, bij elke dubbel die hij moet gooien, vlak voordat hij pijl zijn hand loslaat, dat er iemand in het publiek zit te fluiten, of meerdere? Ik heb me daar serieus het hele weekend kapot aan lopen ergeren. Nou, laten we oproepen, net als wat Jacques Nieuwlaat al aanroepte. Ja, ik ben wel een voorstander van Prijs, zeker naar zijn topsportmentaliteit en zijn vechterslust. Laten we nou in de AVAS gewoon Prijs goed onthalen. We gaan ook niet boe roepen tegen Michael Smith. Maar laten we hem gewoon eens een keer oplopen zonder boe te roepen en juichen als hij wel een dubbel gooit. En niet dat we 4 man weer horen schreeuwen, Garvin Prijs, want dat is wel een beetje triest aan het worden. Nou, ik ben daar groot voorstander van. En aan de ene kant kun je inderdaad zeggen, ja, hij lijkt op sommige momenten daar een beetje zijn motivatie uit te halen. Hè. Hij maakt ook bewegingen naar het publiek en balt zijn vuist terug. Aan de andere kant, we zien toch ook regelmatig nu tweets voorbij komen na verloren wedstrijden, meestal dan wel natuurlijk. Waarin het in ieder geval lijkt alsof het hem toch wel wat doet. Ja, ik zou het zonde vinden als we op deze manier een steengoeie darten, die in mijn ogen niet zo gek veel heeft fout gedaan, kapot zouden maken. Ik hou er niet zo van. Goed, in de finale zegt hij ook na afloop, ik had vandaag 800 meer tegenstanders dan Rob Cross. Goed, Cross trekt die finale ja, gewoon vrij makkelijk naar zich toe met 11-6. Ja, ik denk dat hij toch wel de verdiende winnaar is van dit EK. Ja, denk ik ook wel. Wat ik gezien heb van de finale was Kevin Prijs niet aanwezig eigenlijk. Ik weet niet of hij met andere dingen bezig was, of dat hij tussendoor wat gedaan heeft, of was moe, of noem maar op. Maar ik kwam niet in de buurt van zijn niveau, wat normaal toch wel een steady 96 minimaal is. Zat hij nu goed onder de 90. 85 haalt hij niet eens. Ja, dus dat is een niveau dat haalt hij normaal niet. Over de vloer staat hij volgens mij over het hele jaar op 98. Nou, hij heeft wel dat het publiek daar dus een factor in was. Alleen in andere wedstrijden zie je dat niet. Ik zag het niet in zijn ogen gisteren. Hoe zeg je dat? Je ziet hem altijd zo gebrand erin. Ja. Stond er als een mak lammetje. Eigenlijk vanaf het begin een beetje al bij. Je zag het aan zijn uitbarstingen, die waren echt niet. Hij deed ze wel flink. Niet volgens. Maar het was niet zoals hij het normaal doet. Als in ik ben blij dat ik hem uitgooi. Maar het was meer richting het publiek ook. Ja. Kijk, we hebben altijd een bad guy nodig. Dat is leuk, want die wil je zien verliezen. Maar er moet wel een grens aan zitten in hoeverre je daar als publiek een factor wil zijn in het bepalen van een wedstrijd. Alleen ja, je zal het toch niet tegenhouden. Want ja, dat juichen blijft hij doen en mensen blijven bepaalde dingen in hun achterhoofd houden. Ja, daar moet je er maar mee leren omgaan. Ja, Van Barneveld heeft oordopjes, dan wordt hij helemaal niks om zijn. Ja, dan moet hij dat misschien maar gaan doen. Heb je ook al geprobeerd. Ik heb Prijs een keer met oordoppen zien gooien. Ik weet niet welk toernooi het was. Was inderdaad vlak na de Grand Slam. Heeft hij het ook geprobeerd. Maar hij ziet nu al toch niet meer bij Prijs. Ja, laten wij dan in ieder geval inderdaad de oproep doen om hem in Amsterdam volgend weekend een sportief onthaal te geven. Goed, dan hebben we het EK afgesloten. Dan gaan we naar de WK qualifiers. Dat hou jij altijd een beetje bij, Erik, de WK qualifiers. Het enige wat mij opvalt is dat we Devin Pedersen weer terug gaan zien in Ellie Pelly. Maar wie gaan we allemaal nog meer terugzien? Of wie gaan we weer zien? Ja, er zijn weer 4 namen bekend geworden. Robbie King heeft de Oceanic Masters gewonnen. Australië, die we kennen van de DPA Tour. De Chinese Song heeft de Chinese qualifier gewonnen. Ook geen onbekende, want die hebben we ook alweer gezien. Uit Rusland, Boris Koltsov. Ik denk dat als we één Rus moeten noemen die we een beetje kennen en die het denk ik ook wel verdient na zijn jaar op de Challenge Tour, dan is Koltsov het wel. Dus ik vind het leuk dat we die gaan zien. En inderdaad, in Zuid-Afrika, ja, het is dat hij er nog even voor af moet reizen. Zo zie ik het wel hoor. Dat is echt het enige wat hij heeft moeten doen. Geloof ik in het hele toernooi 1 of 2 legs verloren. Devin Pedersen, die zien we ook weer terug op het WK. Aan de ene kant vind ik het altijd leuk om nieuwe spelers te zien op een WK. Aan de andere kant denk ik uit deze regionen, dan kijk ik met name China, Rusland en Zuid-Afrika. Ja, laat uit die landen maar gewoon de beste speler komen. Want daarachter zit al wel een gaatje. Goed, we hebben de PDC weer even afgesloten. Dan gaan we denk ik naar de rommeligste bond op dit moment, voor zolang hij nog bestaat, de BDO. Ja, World Masters. Ontzettend groot toernooi natuurlijk, stond op de kalender. Maar wat een ellende hebben we daar allemaal omheen weer gezien. Begon natuurlijk al met de loting. Spelers die niet in de loting zaten. Spelers die 2 keer in de loting zaten. Spelers die helemaal niet bestaan, die in de loting zaten. Omdat ze er bij voorbaat al vanuit gingen dat er waarschijnlijk wat plekjes opnieuw ingevuld moesten worden. Uiteindelijk een hoop getouwtrek. En nee, er is geen nieuwe loting nodig. Maar een uur voordat het toernooi moest beginnen,
ja, dan toch maar opnieuw loten, want er viel echt niks meer van te maken. Terwijl er één grote chaos is, staat voorzitter Des Jackling op het podium te vertellen wat het prijzengeld dan nog moet gaan worden voor het toernooi. Ondertussen gaat er nog eventjes een formuliertje rond die iedereen moet tekenen, waarin staat dat als ze de World Masters of het BDO-WK spelen en daarnaast ook nog het WK op de PDC, dat ze dan het prijzengeld van de BDO-toernooien, die twee, niet gaan ontvangen. Ja, wat een potje maken we ervan voor we überhaupt al beginnen. Een paar maanden geleden hadden we misschien nog de hoop op een nieuwe doorstart. Maar als we dit allemaal zien, Dirk, wat denk jij ervan? Ik denk dat het goed is dat hij maar gestopt is. Als ik de verhalen hoor. Ik heb zo links en rechts en al eens een video gesproken. Of je hoort het via. Ja, die man is niet capabel, als je het mij vraagt. Nou, moet ik wel zeggen dat het denk ik ook niet heel makkelijk is om zoiets te leiden. Want het komt vaak voort uit mensen die darten. En ja, ik denk, het is natuurlijk een wereldorganisatie. Je zal echt wel ervaring nodig hebben op bestuurlijk niveau. En dan wil ik niet zeggen dat hij dat niet heeft gehad of zo, maar hoe hij het gedaan heeft. Ja, breken met sponsors die al jarenlang verbonden waren aan bepaalde toernooien. Ik denk dat dat niet slim is. Ik bedoel, de Lakeside, weg uit de Lakeside. Wimma World Masters, geen idee hoe het nu heet. Zijn we ervoor, dat was onherroepelijk aan elkaar verbonden. De L-Style 180 Masters. Ja. Wij noemen het de World Masters. Ja, maar waarschijnlijk of de Wimma stopte of hij heeft ze niet binnen kunnen houden of waar het ook aan ligt. Maar, ja, dat zijn al standaard dingen. En, je moet inschrijfgeld betalen voor een tv-toernooi waarvan je het prijsgeld nog niet eens weet. Ja, ik weet niet wat dat moet voorstellen. Maar, en ook nog maar de vraag is of je het binnen afzienbare tijd ontvangt, heb ik begrepen van de World Trophy. Oh ja, dat weet ik niet. Zou jij het overwegen, mocht je geen tourkaart halen, om hier en daar een BDO-toernooitje te gooien? Ja, tuurlijk. Alleen, ik ben hier vertel van naar Engeland zou afreizen. Maar ik zou sowieso Nederland, België, Duitsland gooien. Ja, onder de mond van, wat moet je anders? En ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Het zijn nog kleinere potjes, zal flink wennen zijn. Ah, de Chope of zo, ja, ik vind het echt jammer dat ik daar niet meer aan mee kan doen. Alleen, het is een keuze. Zaken er volledig achter. Maar de Chopes zijn al geweldige weekenden. Maar dan misschien nog wat extra toernooien erbij gooien om te kijken of je kan plaatsen voor het BDO-WK. Dus zou dat dan een doel zijn? Nou ja, weet ik niet. Het zal afhankelijk zijn van hoe ik het in die toernooien doe die wel in de buurt zijn. Kijk, doe je het daar goed en je hebt nog maar een paar punten nodig. Ja, tuurlijk ga je het dan doen. Maar ik weet niet per se of ik dat ambieer. Jij zegt het al zo makkelijk. Maar bestaat die volgend jaar nog wel? Ja, dat is inderdaad de vraag. Vooralsnog ga ik daar natuurlijk wel gewoon van uit. Ik bedoel, er zal een overkoepelende organisatie moeten zijn, denk ik. Daar kun je niet zomaar zonder. Alleen op de manier, op welke manier wordt die georganiseerd en op welke manier ga je de grote toernooien organiseren en met sponsors regelen en met een zaal tijdig, dat je ook de kaartverkoop tijdig kan doen. Ja, weet je, daar begint het allemaal denk ik een beetje bij voor zo'n overkoepelende organisatie. Ja, dat moet echt anders. Ze hebben flink de boot gemist ook wat entertainment betreft. Het was altijd de stille zalen. Alleen het grote publiek wilde feestzalen. Of ja, feestzalen. Het entertainment van de BDC. En op het moment dat je dan je niveau ook minder wordt, waarom zouden mensen dan nog naar je toe komen? En ja, de Lakeside, dat was natuurlijk een nostalgisch gebouw. Een bepaalde magie over. Maar nou ga je naar een nieuwe zaal, ja. Waarom zouden mensen dan daarheen gaan? Terwijl mensen misschien met plezier naar de Lakeside gingen. Maar wie wil het nou zien buiten familie en vrienden om? Ja, ik snap het niet helemaal dat ze ook naar Londen gaan. Want in Londen heb je al het WK. Dus mensen, niet dat het video een laag niveau is. Want heel de latere stages van het toernooi zijn ook hoog niveau. Alleen je gaat wel van PDC WK Climax, 100 gemiddeld in de finale, om en erbij, minimaal de halve finales, ga je naar eerste rondepartij. De eerste rondepartijen bij de PDC zijn ook echt niet goed altijd. Alleen die bouwen het op naar een climax. En jij komt naar die climax. Dus jij komt naar de, ja, vanaf de kwartfinale zijn het echt alleen maar topwedstrijden over het algemeen op de WK. Dus dan heb je het zo over 3 dagen topniveau. Na een week later, ik neem aan dat ze dezelfde datum aan. Ja, naar een niveau waar een 90 plus gemiddelde niet de helft van de ronde van de door de helft van het deelnemersveld gehaald zal worden. Ja, waarom zouden mensen een kaartje verkopen? Tenzij je die mensen niet kent.
Ja. Ja, dan moet je uit een ander vaatje tappen. En dat, ja, daar zullen ze een nieuwe formule op moeten bedenken. Want ik kan me niet voorstellen dat, of ik kan me niet voorstellen, misschien heel erg overdreven, maar waarom, ja, precies wat ik zeg, waarom zou je het doen? Dan koop je toch een kaartje voor Ali Pelli. Ja, dat denk ik ook zeker. Goed, ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen praten, over de chaos bij de BDO. Maar laten we gewoon naar de World Masters gaan. Ja, eigenlijk de verrassende Wesley Harms, Jim Williams en Andy Hamilton allemaal niet eens op tv gezien afgelopen weekend. Nee, ja, daar sta je dan het hele jaar hartstikke goed voor te gooien. En dan weet je inderdaad het eindpodium niet te bereiken. Ja, zo zit het systeem nog helemaal met elkaar met het kwalificatietoernooi vooraf. Heeft ook alweer zijn charme, maar ja, jammer. Ik vond ook wel vaag dat ze de seeding niet meer deden. Want als je dan namen hebt wat nog iets zou kunnen worden, of iets zou kunnen worden waar je dus aan kan bouwen, zeg maar van, die speelt. Ik wil die graag op het podium zien. Ja, ik zag dat de helft van de seeds het podium niet haalde. Ja, dan kan je zeggen dat is heel leuk, maar ik denk dat ja, als je een beetje aan je brand bouwt, dat je ook aan je spelers dus juist bouwen. Het niveau wat beter zou willen, moeten ja. willen krijgen op zo'n toernooi, ja, dan moet je zorgen dat je top ja, die van moet je wel spelen erbij is. Ja. Goed, nummer 2 van de BDO plaatst zich wel voor het hoofdtoernooi, maar die gaat er vervolgens wel meteen in de eerste ronde uit. Staat 2-0 vol volgens mij, ik weet niet 100% zeker in sets. Verlies 3-2, mist 2 matchdarts. Dan gaan we het gewoon compleet weg. Ja, helaas wel. Dat, niet fijn voor Richard Veenstra, maar hij bekroont zijn hele goede jaar tot nu toe nog niet met een echte hoofdprijs. Twee andere Nederlanders die er stonden, Roemer Mooijman en Willem Mandigers, wonnen wel alle twee. De een gaf één set toe, de ander geen. Tweede ronde, ja, ook verder niet hele verrassende dingen. Het is dat wel Mandigers verlies van de uiteindelijke toernooiwinner Johnny O'Shea, mij ook niet heel verder bekend. En natuurlijk Roemer Mooijman die verliest. Goed, dan liggen alle Nederlanders eruit. En dan heb jij het een beetje vanaf de halve finale gevolgd, Erik. Ja, gevolgd. Het was natuurlijk tijdens het EK van de PDC. Dus moet je aandacht een beetje verdelen. Maar inderdaad, we hebben een, ja, toch wel een verrassende winnaar gekregen in John O'Shea, de Ier. In de halve finale weet hij Mario van der Boogaarde te verslaan met 5-1. De andere halve finale ging tussen Scott Waits en Michael Warburton, de man uit Wales. Ook 5-1 voor Waits. En dan ja, verwacht iedereen toch een beetje dat Waits met de ervaring misschien de titel gaat pakken. Maar ja, het was O'Shea die die finale naar zich toe weet te trekken. Dus O'Shea de winnaar bij de mannen. Lisa Ashton die weet een achterstand om te buigen in haar finale bij de dames tegen Anastasia Dobromyslova. Wint met 5-4. Bij de jongens Keen Barry, die naam die horen we steeds vaker. De jonge Ier die wint. En bij de meisjes won Katie Sheldon, ook een Ierse. Dus de Ieren hebben het goed gedaan. O'Shea, Barry, Sheldon, drie Ieren. Hartstikke goed. En in het begin van de week was ook nog de eerste rondes voor het BDO Jeugd WK finale. En daarvan zijn de finalisten nu ook bekend. En dat wordt een interessant duel, denk ik. Leighton Bennett tegen King Barry. De twee mannen van het moment bij de jeugd. Ik ga dat een hele interessante partij vinden. Goed, dan hebben we alles gehad, denk ik, waar we op terug kunnen blikken. Wil ik Dirk bedanken voor de terugblik. Zijn we donderdag bij jou terug met een vooruitblik. Erik bedanken. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de Achter de Okkie podcast. En vergeet natuurlijk niet Road to het Jeugd WK te bekijken op het YouTube kanaal van Darts Actueel.